Mijn naam is Edwin Groenendal, ik ben 51 jaar, gelukkig getrouwd, 3 kinderen in de leeftijd van 13, 18 en 21. Ik woon sinds 2005 in Almelo in de wijk Kolleveld. Hobby's, een beetje hardlopen, sporten, naar onze zwart-witte trots uiteraard, waar ik zeker bij de thuiswedstrijden en af en toe ook bij de uitwedstrijden aanwezig ben om mijn support te geven. Nou, ik ben gevraagd, moet ik eerlijk zeggen, en daar heb ik echt wel over nagedacht. Ook over mijn toegevoegde waarde natuurlijk en wat zou ik daarin kunnen betekenen. Ook of de politiek wel iets voor me was, want dat is nieuw voor mij. Uiteindelijk na vele gesprekken erover nadenken, ook met mijn vrouw uiteraard, want dat kost toch best wel wat tijd, is mijn overweging om wat voor de stad, voor de Almeloers te willen betekenen. Waarom voor de VVD? Nou, VVD staat, ik stem natuurlijk van oudsher al jaren voor de VVD, maar vrijheid, verantwoordelijkheid nemen en democratie zijn kernwaarden die prima bij mij passen, naast de integriteit die natuurlijk bijzonder belangrijk is. Ik sta voor een liberaal, sociaal gezicht en dat wil ik graag hier in Almelo ook uitdragen. Voor welke onderwerpen wil je de komende jaren sterk maken? Ongeorganiseerde sport, meer in de stad en de dorpen betrekken. Want uiteraard Bonnebroek en Aardorp zijn ook bijzonder belangrijk. Daarnaast economie, arbeidsmarkt. Denk natuurlijk aan de ondernemers. Ik werk bij een van de grootbanken hier in Twente. Waarbij ik dagelijks met ondernemers aan tafel zit. En daar wil ik me ook hard van maken. Hoe is het raadswerk tot nu toe bevallen? Echte dingen zijn we nog niet tegengevallen. Het team binnen onze fractie vind ik heel belangrijk, is heel goed. En daar werken we gewoon wekelijks aan om dat verder gestalte te geven op diverse onderwerpen. Veel leeswerk is het. Vooral hoe het georganiseerd is, de processen. In een debat of in een politiek beraad spreek je via de voorzitter. Dat vergt wel enige aanpassing. En dat zijn wel aspecten die mij, waarin ik dan zeg maar dat moet ontwikkelen. Wat moet er volgens jou de komende jaren in Almelo veranderd of verbeterd worden? Radicale veranderingen, daar ben ik niet voor. Volgens mij moeten we inzetten op de koers die de afgelopen 4 jaar is ingezet. En dat betekent focussen op werkgelegenheid. Uiteraard moeten we oog houden voor woningbouw. Want ja, ondanks dat de markt nu aan het veranderen is, is dat een opgave voor de komende vele jaren, dat is niet iets voor de lange termijn, maar de komende 10 jaar willen we natuurlijk die 3400 woningen bouwen op diverse plekken in en rond Almelo. En daar moeten we echt keihard aan werken.